Waarom moet een drag queen naar een kinderbibliotheek gaan om daar te gaan voorlezen aan kinderen? Ik bedoel, kan je dan niet beter als je drag queens wil inzetten voor sociale functies en naar bejaardentehuizen sturen? Ik bedoel, we lezen iedere dag in een krant wel weer dat de kwaliteit achteruit tot in bejaardentehuizen, dat ouderen zich steeds eenzamer voelen. Ik denk, nou ja, dan kunnen ze daar toch wel een beetje entertainment kunnen ze daar wel genieten van wat entertainment. Maar nee hoor, dan worden ze gebruikt om te gaan voorlezen. Toch gewoon denk, ja, dat is gewoon toch een taak van enerzijds van ouders of gewoon van docenten. Ik bedoel, waarom moet er nou weer een drag queen komen? Laat die gewoon lekker in de nachtclubs staan. Ja, maar ze willen bevestiging. En bevestiging moet juist komen van jonge kinderen. Ze willen zich bevestigd dus voelen in die seksuele dingen door kinderen. En dat is inderdaad, ja, tamelijk dubieus. Als je seksualiteit bevestigd moet worden door kinderen. Terwijl kinderen niet bezig zijn met seksualiteit. Maar die kinderen moeten blijkbaar leren hoe normaal het allemaal is. Terwijl, ja, leren wat normaal is qua seksuele dingen. Ja, dat komt er dus op neer. Dus dat je kinderen moet confronteren met al die seksuele dingen. Ik bedoel, ik ben ook niet voor het houden van een hetero pride parade voor kinderen. Hè? Van laten we lekker klassieke heteroseks hebben waar kinderen bij zijn. Of laat ik me verkleden als zo'n halfnaakte bodybuilder, Arnold Schwarzenegger type. En dan kinderen gaan zitten voorlezen. Van kijk hier hoe mannelijke hetero man ik ben. Wil ik ook niet doen bij kinderen. Vind je dit een goede video? Ga dan naar nieuwrechts.nl en word vandaag nog lid en ontvang de eerste maand gratis op een Nieuwrechts premium account.